Na de onstuimige dag van gisteren begon op veel plaatsen de dag vandaag prachtig mooi met veel blauwe lucht. Er ontstonden wel ook stapelwolken en heel lokaal viel een lichte bui. Nou, morgen krijgen we niet te maken met buien, blijft het overal droog. Een hoge drukgebied wordt tijdelijk wat dominanter en zorgt ervoor dat de stroming zuidelijk gaat worden, waardoor er steeds warmere lucht aangevoerd gaat worden. En dat betekent dat de temperaturen flink omhoog gaan. Vanmiddag was het op veel plaatsen zo rond de 21 graden. Nou, vrijdag is dat heel anders. Dan wordt het 26 tot lokaal 30 graden. Het landinwaarts kan echt die tropische temperatuur bereikt worden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Heel veel zon en alleen wat sluierwolken die voorbij schuiven. En de avond die zal ook prachtig mooi gaan verlopen met hoge temperaturen. Zaterdag wordt het nog een stuk warmer. Dan kan het 30 tot 33 graden worden. In heel het land de tropische warmte. En dat alles bij een matige zuidoostenwind. Heel misschien dat er in de nacht van zaterdag of zondag een enkele bui gaat vallen. Die buienkans wordt groter in de loop van zondag. Dan kunnen er een aantal stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling gaan komen. Het wordt ook een benauwde dag. De lucht die wordt steeds vochtiger. En dat betekent ja, dat je dat echt wel gaat voelen. Drukkend warm wordt het. Evengoed nog steeds die hoge temperaturen voor de buien uit: 25 tot lokaal 30 graden. Ook maandag ligt wisselvallig weer met nog een aantal buien, maar nog steeds ook wel zomerse warmte in een groot deel van het land. Vanaf dinsdag gaat de temperatuur geleidelijk aan iets naar beneden, maar dat gaat allemaal heel langzaam. Lokaal kan het nog steeds wel zomers worden. U ziet ook dat er nog wel een paar buien kunnen vallen. Dat geldt ook voor de woensdag. Temperaturen voor die dag hebben we voorlopig op 20 tot 22 graden gezet. Nog een fijne dag.